Goedemorgen, vrienden en vriendinnen en andere mensen die kijken. Ik weet niet hoe het vond gisteren, de oefeningetjes. Ik hoop dat u ze gaat doen. Ik ben natuurlijk geen fitnessinstructeur. Gisteravond in elk programma over de Nederlands elftal, stop er toch eens mee en ga naar rugby. Als ontbijt heb ik vandaag een roerij met een groene smoothie. De groene smoothie bestaat uit sinaasappelsap met bleekselderij en losse eiwitten. Dus ik krijg vandaag een boost ervan. Ja, ik was 200 aangekomen, dus ik moet toch even flink aan de bak vandaag. En ook niet meer van die zware soepjes. Dus ik hoop dat het bevalt met die selfie-stick. Ik ben er zelf wel een beetje tevreden over, zoals ik het zag. Dus onze Rotterdamse vriend met Dick Fouten, die vond het ook geweldig. Dus iedereen een fijne dag ben. Goedemiddag, daar zijn we weer. Nou, we hebben 2,5 uur trainen. Het is nu 11:15. Ik verwacht een telefoontje van de Belastingdienst, maar volgens mij, ik had afgesproken tussen 12 en 2, maar volgens mij hebben ze om alles 12 alweer gegeten. Ik heb weer als lunch heb ik een koolhydraatarm lunchje. Geen sla of andere dingen, want dat ken ik op het ogenblik niet verdragen zonder gebitje. Ik heb nu een noedels, koolhydraat, die waren bij de Senos. Ik heb het opgezocht, 8,9 koolhydraten en een gekookt ei er doorheen. Dus dan moet ik wel aan mijn energietjes komen vandaag. Dus. Ik ben niet zo moe als van de week. Ik heb het misschien komt het door die smoothie die ik had, met die eiwitten erin en ook nog eens de eiwitten van morgen. Dat scheelt. Moet vanmiddag naar de tandtechnieker voor de tweede keer en ik hoop volgende week donderdag weer een gewone gebit te hebben, want dit bevalt mij allemaal niet. Oké, dat was het. Goedemiddag, daar zijn we weer met het item. Wat eten we vanavond? Vanavond eten we een omelet taart. Ja, een taart. Geen omelet, maar een omelet taart. Wat hebben we daarvoor nodig? Natuurlijk eieren. Natuurlijk eieren. 4 eieren, minimaal. Een beetje kookroom. Geraspe kaas, het liefst Parmanese kaas, dat heb ik hier. Een prei. Spinazie. Een koekenpan. En een taart. Waar je een taart in kan bakken. Dus dat is het wat we vanavond gaan eten. Klop de eieren los met wat tijm, wat peper en wat kaneel. En dan doe je zo meteen de spinaziemengsel erbij. Dat moet wel een beetje afgekoeld wezen, want anders zijn je eieren heb je meteen een omelet. Dus, nou, dan gaan we daar aan beginnen en dan gaat het in de
In dit ding. In de taarten. Dinges. Oven staat ook al aan. 180 graden. En dan 25 minuten. Dus, ja. Goedenavond, daar zijn we weer. Met het avondeten. Terwijl het diner. Ja, ik weet niet, ik heb nu 2 dagen met die selfies. Met die selfie-stick ben ik nu aan het bezig. En ja, iedereen zegt dat het een verbetering is. Je kan nu mijn hele gezichtje zien. Dus ik zit ook wat op een afstandje. Ik ben vandaag voor de 2e keer aan het happen geweest bij de tandtechniek. En ik hoop volgende week donderdag te happen en mee naar huis te kunnen nemen. Maar zoals dit model al zat, zit het al een stuk steviger dan een andere model. Dus ik ga er alleen maar op vooruit. En wat heb ik vanavond gebakken? Ik heb geen soep, want het kwam even mijn strotje uit. Ik heb een omelet taart gemaakt. Je kunt het zien. Er zit in, nou ja, dat heb je er net ook al gehoord. Er zit in spinazie, prei, kaas, notenbeskaat, tijm. Hij is er helemaal heel uitgekomen. Dus het valt me mee. Vanavond, niet als ik uitgesproken ben, even gelijk het knopje indrukken, want er komt daarna komt nog een filmpje. Alleen het is helaas de ooievaar dat je daarop kon stemmen, maar ik hoorde net via een kennis van me dat ze de prijs hebben gewonnen. Maar het is een heel leuk filmpje, dus dat wil ik u niet onthouden. Nou, ik wens u een hele prettige avond. Ik kijk niet naar De Wereld Draait Door. En ook niet naar Pauw, want dat zag ik gisteren ook al. Daar onder de seppen kwam die Rotterdamse burgemeester vandaan. En waar zat hij bij? Bij de puffende U. Oftewel die bitspringhanen. Ik ga kijken naar James Bond. Ik vind het altijd wel een grappige film. Percentjes op nul. Heerlijk. En ik heb vandaag heerlijk getraind. Ik vond het jammer dat ik naar huis moest. Dat meen ik echt. Ik had nog wel een uurtje door willen gaan. Zelfs het lopen ging nou helemaal prima. Daarna het fietsen. Het roeien. Mijn biceps weer opgekweekt. En mijn triceps. Dus ja, het wordt wel wat. Buikspieroefeningen gedaan. Ik kan al lange tijd kan ik mijn gulp weer zien. Dus ik moet er vredelijk op lachen. Dus ik wens u een hele prettige avond. En niet meteen als u mijn kop niet ziet, dan uitschakelen. Want je krijgt nog een film. Zet aan wie? Op Malen. De Oiva. In Wien. In Malang Weekend. De Oiva. Linker van Neven. Oester. Saan Rust in Gaben Geven. Stem and win. Yeah!